kant ook kan bekijken. Hey, hoe kan ik hier nou mee omgaan? Het allerbelangrijkste blijft dan wel dat je het in ieder geval voor jezelf op een gegeven moment durft te aanvaarden en te vertellen. Want naarmate je meer aan anderen kunt vertellen wat je hebt, of als partner, of als zoon of dochter van iemand, als je dat meer doet, ja, dan kun je ook met meer mensen erover hebben, hey, hoe kunnen we zorgen dat hij kan blijven tennissen, of dat mevrouw mee naar het koor kan blijven gaan. Ik vroeg me af, als ik kijk naar die mevrouw met die briefjes op de spiegel, dat kan voor haar natuurlijk ook een manier zijn van omgaan met en haar eigen leven willen blijven organiseren. En niet zozeer voortdurend herinnerd worden aan het feit dat ze dement is. Maar dat het voor haar gewoon een strategie is van zo kan ik toch mijn eigen leven organiseren. Ik zal het kort herhalen, ik denk dat de meeste mensen het verstaan hebben. Die mevrouw met al die briefjes op de spiegel, dat kan ook inderdaad een hele goede manier voor haar zijn om gauw vast te hebben, om nog te weten wat ze wil doen, of om door de dag heen dingen niet te vergeten, dat is zeker zo. Dat is ook een van de dingen die we, Brenda noemde straks ook het belang van structuur, als je mensen helpt ook om structuur vast te houden, zodat je weet wat er door de dag heen op de normale momenten allemaal gebeurt, dan zit dat als het ware ingesteken. Daar hoef je dan niet aan te denken. Dan hoef je daar geen briefjes voor op je spiegel te hangen. Nou, en dan kun je ook mensen, juist als je vroeg in de dementie bent, gaan leren om goed met een agenda te werken. Henk doet dat bijvoorbeeld, die schrijft alles in zijn agenda en die streept door wat er geweest is. Moet je niet vergeten door te strepen, maar dat kun je aanleren. Dat is gewoon een kwestie van iedere keer doen. Waardoor je toch zelf grip houdt. Nou ja, dat kan ook op andere manieren hoor, maar dat zijn zo van die hulpmiddelen die heel belangrijk zijn. Dus dat is inderdaad wat u zegt. Alleen vermoed ik, als je zoveel briefjes hebt zoals de mevrouw, dat het wel moeilijk te overzien is. Ja. Dat is jouw advies. En ik hoop ontzettend, als de aanleiding daarvoor is, om u allen nog eens een keer terug te zien in het café. Een van onze, vind ik, hele goede gewoontes is om na afloop twee mantelzorgers een bos bloemen aan te bieden. En dan willen we eigenlijk vanuit het café gemeente Werkendal bij deze ook doen. En Marleen Lekkens heeft mij een beetje geholpen, die gaat de bloemen aanbieden. En ze zijn voor Lili Verwijst. En nog een kort kerstje. En ik hoop u allen nog eens een keer in ons café te verwelkomen. Dank u wel. De eerste maandag van de maand, dat is in een kroeske in Groesbeek. Dan heb ik zojuist onze sprekers naar voren gevraagd om jullie in ieder geval heel hartelijk te danken voor de mooie avond die we hebben mogen beleven. Dankzij jullie vrijwillige bijdrage daaraan, maar dat laten we toch niet helemaal zomaar voorbij lopen. Dus alsjeblieft, voor jou. Dank u wel. En dan zal Roel Jutte de avond afsluiten. Ja, dat is heel kort. Ik wil iedereen van harte bedanken voor deze prachtige avond. Daar ben ik het heel mee eens. En het gasthuis is er trots op dat we dit soort dingen hier kunnen doen. Dus namens alle medewerkers, vrijwilligers, mensen van de keuken, dankjewel dat jullie allemaal zijn gekomen. En nu weer tot de volgende keer. Tot ziens. Ik heb ook nog een vraag aan die medewerker toch even nog doen. Er is in de, meneer weet niet meer precies, maar gemeld dat er een enquête gaat plaatsvinden.
over wat jullie nog meer kunnen betekenen voor mensen met dementie en voor mantelzorgers. Nou, wie weet zitten hier nog voldoende mensen in de zaal die wel enige ideeën daarover hebben of gewoon vragen erover hebben. Dus meld je dan alsjeblieft bij die tafel en bij die meneer, ik weet niet zijn naam, bij Ronald. Dank u wel.